Hallo mensen, welkom bij Lupi Gaming. Ik ben Rutger en naast mij zit vandaag Pim. Yay! En wij gaan vandaag een vuurtoren maken, zoals je nu hier al ziet. Ja, we gaan het uitleggen. Hoe je het kan maken. Ja, dan zou hieronder dus nog het meeste hebben dan als je rood, een vuurtoren wit. Maakt. Je weet wel, rood, wit hieronder. Ja, maar wij laten jullie alleen zeg maar de lampjes. Maak het even nacht om het effect te laten zien. Is goed. Ja, we weten naar onze knoppenmuur. Pim heeft hier zo een knoppenmuur met. Ja, de rechter, nee. Hier zo van die dingen, hoe heet dat? Dat doen we in een ander, leggen we in een andere video. Dat leggen we wel een andere keer. Nee. Welke is het? De rechter. Ik snap er niks van. Maak nacht. Oké. Kijk, zo ziet het er dan uit. Oh, kijk eens van rechtboven. Grappig. Oké. Dan gaan we hem nu bouwen. Wat je doet, ja, wij doen 3x3. Je kan hem groter maken. Maar dan krijg je een ander soort. Je kan hem ook eentje kleiner maken, dan is hij veel makkelijker. Maar wij maken hem lekker op zijn drie. Ja. Twee hoog kan je doen. Dan raakt hij nog. Dan raakt de redstone nog. En anders dan moet je weer een nog eentje maken. Dan moet je, nu vul je de vloer. De vloer vullen, ja. Ja. Met gewoon willekeurig steen, maakt niet uit wat je wil. Dan doe je hier zo, je kan hier zo niks, die moet zo meteen toch weg. Maar ja, dit moet hier zo komen. Dan, nu komt het rotste klusje. Oh, gelukkig. Ja. Nee. Hij moet andersom. Kijk, hij zit een beetje raar in elkaar. Kijk, zo kan hij wel. En dan kan Dan moet je eerst niet. Dan moet je eerst nog die andere doen. Dit is heel slecht gemaakt. Ja, dat is eigenlijk een beetje een burgerachtig. Ja. En dan maak je deze ook nog kapot. Nee, eentje moet je nog heel laten, want dan doe je het karretje op. Alhoewel, nee, dat hoeft niet. Ja, doen we wel gewoon even het karretje op. En dan duw je hem erop. Dan kan die ook weg. En dan eigenlijk doet hij het nu al. Alleen maken we er even een dakje op. Goed. Zullen we hem dan gelijk van rood-wit doen? Ja. Dat is denk ik wel het mooiste. Nou, rood. Wit. Rood. Wit. Rood. Wit. Die plaatst alleen maar rode blokken. Wit. Ja. Hier komt dan wit. Snap je? Ja, en bij de volgende laag doen we net andersom. Ja, net andersom dan weer? Ja, dus nu doen we op de hoek. Ja, zo. Zit dat zo bij een vuurtoren? Geen idee, maar wij doen het gewoon zo. Nee, want ze zijn toch... Ja, nee, we doen het fout. Kijk, het moet eigenlijk zo. Strepen, ja. Ja. Zie je wel, wij snappen er eigenlijk helemaal niks van. Dus trek hier niks van aan. Nee, wij leggen gewoon de lamp uit. Ja. Dit moet je gewoon vergeten van het hele filmpje. Mooie mensen, like deze video. En abonneer op ons kanaal. Dat steunt ons. Heel erg. Ja, maken we dan mooi. En dan een witte punt erop. Oké. Onze vuurtoren! Ja, hij is heel lelijk. Dan moet hieronder nog wat. En dit kan veel mooier. En... Maar dan mogen jullie allemaal zelf weten. Het principe van dat de lampen ronddraaien, weten jullie nu. Ja. Nou, dat was hem dan. Oh ja, mocht je de vuurtoren uit willen zetten, dan of je sloopt gewoon de rails of gewoon het karretje. Ik zou het karretje slopen, want anders dan... Is de rails weer zo lelijk? Snap je, dan moet je die rails weer helemaal maken. Zodat ik net met dat probleem kwam. Oh ja, mijn manier van uitzetten is gewoon opblazen met TNT. Nou ja, ik denk niet dat die dan nog heel is. Nee, maar ja. Nou, ik denk dat dit alweer het einde was van onze video. Ja. Dus, En van redstone, dit noemen wij een soort van redstone dingetjes. Maar we maken er geen serie van, we doen het gewoon... Ja, af en toe doen wij gewoon een... Want als we er serie van maken, dan... We worden te veel series. Ja. Maar we hebben er nu al twee openstaan van mij, dus ja. Nou mensen, dit was de video dan. Like ons video. En heb jij nog wat te zeggen, Rutger? Bye bye. Bye bye.